This is really happening. Ik stootte mijn hand tegen de muur die iets dichterbij was dan ik dacht. Hey guys! Hallo! Normaal, op deze dag, in deze week, op zondag, komt er van mij een weekvlog online. Maar ik ben op vakantie en ik wilde niet die hele weekvlog gaan moeten editen op een vakantie. Want dan gaat het idee van vakantie een beetje verloren. Maar goed, ik ga toch werken. Want ik vond het te stom om niks online te zetten. En ik vond het ook wel heel erg leuk om even jullie hallo te zeggen vanaf vakantie. Dus hallo! Oké, dat was het. Dag! Nee, ik heb mijn vorige weekvlog heb ik afgesloten met het bericht dat ik een Q&A zou gaan doen. Dus dat gaan we vandaag doen. Ben ik al bruin geworden, jongens? Zeg alsjeblieft van wel. Ik word zo moeilijk bruin. En mensen vragen altijd, je was toch op vakantie geweest? Je bent helemaal niet bruin geworden. Terwijl ik dan eigenlijk echt super bruin ben geworden. Klein beetje ben ik verbrand, maar het is ook wel een beetje bruin. Anywho, mijn browser wil niet connecten met het internet. Come on. Come on. You can do it. I know you can do this. Even wat achtergrondinformatie. Ik ben in Griekenland op Rodos. Het is hier, as we speak, 32 graden. Vandaar mijn rode bezweet kop. Oh, kom op. Maak verbinding. Come on, man. Work with me. Dit hotel vertelt me. Ga geen video maken. Ga buiten in de zon liggen. Want ik kan geen verbinding maken met wifi. Maar nee, niks. Niks gaat me weerhouden van het maken van deze video. Dit is niet tussen mij en het hotel. Dit is tussen mij en jullie. Het is gelukt. Op mijn telefoon. Oké. Q&A. Let's go. Ik heb geen idee hoe ik je naam uitspreek, maar Kriegertiel? Wat is het liefste wat Mert ooit voor je heeft gedaan? Mert is best wel romantisch. Ik denk het allerliefste wat hij ooit voor me heeft gedaan. Het zijn van die dingen die super cliché voelen. En dat als je in films ziet dat je denkt zo van... Maar dat je eigenlijk denkt van... Dit is zo lief en zo leuk. Dus toen wij nog ver uit elkaar woonden, toen kwam hij af en toe gewoon naar mijn huis gereden met een bosje bloemen. Ook al woonde die 2 uur verderop, was hij gewoon naar me toe gereden en dan ging hij weer naar huis. En nu nog steeds haalt hij best wel regelmatig bloemen voor me en dat vind ik zo lief. Het zijn echt kleine gebaartjes, maar die betekenen superveel. Gian vraagt, kan je al iets meer vertellen over aankomende muziek? Voor de mensen die het niet weten, ik ben ook singer-songwriter en daar hebben jullie nog niet heel veel van meegekregen, want ik ben op dit moment aan het werk aan een heleboel nieuwe liedjes die ik allemaal zelf aan het schrijven ben, waar ik mijn hart en ziel in aan het stoppen ben. En ik kan niet concreet iets vertellen, behalve dat er nieuwe dingen binnen nu en 3 à 4 maanden komen. En misschien al wel eerder, maar een groot iets komt binnen 3 à 4 maanden. Ilse vraagt, wil je een kantoortour doen? Dat wil ik doen, alleen wij hebben nog niet alle meubelen die we hebben besteld hebben we binnengekregen. Dus eigenlijk wil ik pas een kantoortour gaan doen als het helemaal af is. Want dan kan ik pas echt goed laten zien hoe het eruit ziet. Emma vraagt, ben je wel eens uit de klas gestuurd? Ik ben vrij regelmatig uit de klas gestuurd toen ik op de middelbare school zat. En dat komt voornamelijk doordat ik heel erg hou van kletsen. En soms ook een beetje dromerig ben. En dan zat ik niet op te letten. En dan moest ik het lokaal verlaten. Zo grappig trouwens dat als je op de middelbare school zit of op de basisschool, dat uit de klas gestuurd worden echt wel best wel big thing is. En als ik daar nu aan terugdenk, denk ik ja, dat maakte echt helemaal niks uit. Echt gewoon 0,0 invloed op de rest van mijn leven. Maar als je in die situatie zit, als je op school zit, dan zijn dat soort dingen echt belangrijk als cijfers en uit de klas gestuurd worden en wel of niet die leraar hebben. En als je dan van school afgaat, dan is dat echt compleet verdwenen gewoon. My Marv zegt, in welk boek of welke film zou jij het hoofdpersonage willen zijn? Dat vind ik een super leuke vraag. Ik hou heel erg van fantasy. Mijn droom, een van mijn dromen die ik heb, is om ooit nog een boek te schrijven. Een fantasy boek, echt fictie. Maar er gaat zoveel tijd in zitten. En als ik even heel realistisch nadenk, dan zou me dat nu nooit lukken. Dus dat is een droom die ik even vooruit schuif. En misschien lukt dat nog wel ooit in mijn leven. Lijkt me al heel moeilijk om te spelen. Maar het lijkt me wel heel erg cool om zoiets te acteren. Maar wel moeilijk ook, omdat je dan waarschijnlijk heel veel dingen met greenscreen moet doen. Of met van die oranje ballen. Want bijvoorbeeld Dobby in de film Harry Potter, dat is niet natuurlijk een echt ding. Dat is vaak gewoon een oranje bal geweest waar ze tegen aan het praten waren. En dat is zo crazy om te bedenken. Zo goed als je zo kan acteren. Als ik trouwens een bestaand boek moet kiezen, misschien is het dan wel Clary in de Mortal Instruments serie. Ik heb alle boeken gelezen. En ik heb soms al gedacht van, oh, het lijkt me echt wel tof om nu Clary te zijn op dit moment. Ivana Hendricks zegt, weet iemand waar die groene onesie van is? Dat weet ik. Hij is van mij. Hij is van One Piece. O-N-E-P-I-E-S. Nee. Oh mijn god. P-I-E-C-E. Luna vraagt, wat doet Teske voor werk? Dit is mijn werk en daar kan ik me heel erg gelukkig mee prijzen. Video's maken op YouTube is mijn werk en daarbij maak ik dus muziek. Tambilike zegt, ga je op je concert een nieuw nummer zingen? Ik ga bijna alleen maar nieuwe nummers zingen, dus dat wordt top. Edna vraagt, heeft Nathan Acid een vriendin? Dat kan je beter aan Nathan vragen. Ik ben geen postduif, jongens. Maartje B zegt, wie is je favoriete YouTuber van over de hele wereld? Dat is op dit moment Todi, Daddle Waddle. Echt perfect en een hele grote inspiratie op muziekgebied.
bij elke Q&A vragen er zoveel mensen dingen over mij en Mert. Even de facts op een rijtje. Mert en ik zijn nu 4,5 jaar samen. We kennen elkaar doordat we elkaar kenden omdat we allebei YouTuber zijn. We wonen 1,5 jaar samen. Dat is het wel ongeveer. Luna vraagt, als je nog maar één soort bestek mag gebruiken de rest van je leven, welke zou het dan zijn? Een lepel, een vork of een mes? Dat zou zijn een lepel. Oh nee, wacht, lastig. Met een vork kan je wat dingen beter snijden. Ja, ik ben dus echt een lepel lover. Mensen kijken soms raar als ik met een lepel rijst eet of zo. High five als je met een lepel rijst eet. Ik vind dat gewoon heel lekker, want bij een vork kan er van alles tussen vallen. En dat vind ik echt niet chill. Nadine den Hertog zegt, wat is in alle jaren dat je je YouTube-kanaal hebt het bijzonderste wat je hebt meegemaakt? Ik denk dat het twee dingen zijn. Ik denk dat het deels is dat ik door YouTube mezelf beter heb leren kennen. En dat komt niet zeg maar direct door YouTube, maar eigenlijk wel doordat het maken van deze video's bijna een soort van therapeutisch kan werken. Omdat ik mezelf kan terugkijken en gedrag van mezelf kan terugzien. En jullie me altijd super erg supporten in alles. Ik denk dat elke baan je laat groeien in het leven. Maar dat misschien met wat ik doe is nog meer omdat het zo persoonlijk is en zo dichtbij komt. En ik heel erg vaak word geconfronteerd met mijn eigen gedrag. En wat ik ook heel erg bijzonder vind is als ik hoor dat mensen vriendinnen zijn geworden door het kijken van mijn video's. Dus dat mensen elkaar hebben ontmoet via het internet omdat ze allebei mijn video's keken. Of dat ze in de klas elkaar zijn tegengekomen en hebben gezegd tegen elkaar van hé, welke YouTuber volg je? We volgen allebei Teske, wat leuk. En dat er daardoor een soort van vriendschap ontstond. En dat vind ik eigenlijk nog een van de bijzonderste dingen. Dat heel veel van jullie op allerlei soorten manieren iets hebben kunnen hebben aan mijn video's. En dat is ook wel echt wel een van de grootste redenen waarom ik dit doe. Er wordt heel vaak gevraagd naar de jas die ik vaak aan heb. Hij is zwart met een tijger op de achterkant. En het Red Bull Culture Clash logo. Die heb ik gekregen van Red Bull. Ik weet niet waar je hem kan kopen. Volgens mij is die ook helemaal niet te koop. Dus dat je dat weet, dat je er niet voor hoeft te zoeken. Het was een cadeautje. Lieke vraagt, wat is je favoriete groente? Dat vind ik echt een leuke vraag. Ja, tomaten, dat zijn vruchten, hè. Ik hou wel heel erg van tomaten. Ik vind paprika's ook wel chill. Shoutout naar Kelvin. En ik hou ook best wel van courgette en broccoli. Ik hou echt wel van groene groenten. Wil je ook sportvideo's maken van Dina Tahiri? Ik denk niet dat dat een goed idee is. Ik sport dus met mijn trainer Joost. Ik heb hier op vakantie, ben ik naar de sportschool gegaan. Ik had echt zo'n moment dat ik dacht van als ik nu een jaar geleden dit had gezien van mezelf, dan had ik mezelf echt uitgelachen. Niet te geloven dat dit gewoon is gebeurd. Dat ik gewoon op vakantie aan het sporten ben, maar het is gebeurd. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet goed in sport. Ik hou er niet van. Ik doe het puur en alleen omdat het goed voor me is. En omdat ik fit moet zijn, wil ik straks gaan optreden gewoon een uur lang. En ik voel me ook wel beter als ik sport. Maar ik weet er te weinig vanaf om echt sportvideo's te gaan maken. Mocht je trouwens afvragen waarom is je stem de hele tijd zo. Dat is omdat ik eigenlijk een beetje ziek ben. Ziek op vakantie. Hoe verzin je het? Leonesse vraagt, vind je Nirvana een leuke band? Ik denk dat je dat vraagt omdat je mijn Nirvana shirt zag dragen. Ik vind Nirvana een van de tofste bands ever. Als je mijn shirt ziet dragen met een band erop, dan kan je ervan uitgaan dat ik er wel naar luister. Ilse vraagt, wat zou je willen terugdraaien in je leven? Ik geloof er wel best wel heilig in dat dingen voor een reden gebeuren. En dat je van alle fouten die je maakt leert in je leven. Dus eigenlijk omdat ik best wel blij ben met waar ik op dit moment ben, zou ik niet iets willen terugdraaien in mijn leven. Omdat ik dan waarschijnlijk niet op deze plek hier nu zou zijn. En natuurlijk heb ik wel eens dingen gedaan waarvan ik later dacht van, oh, dat had ik niet moeten doen. Of dat had ik anders moeten aanpakken. Maar gebeurd is gebeurd. En daar kan je niks aan veranderen wat je ook zou willen. Sasha vraagt, wat is je favoriete kleur? Dat verandert eigenlijk met het half jaar of zo, maar op het moment is het geel. Klaartje zegt, doe een proefwerk met macarons. Oh mijn god, dat is het beste idee ever. Hoor ik daar geklop op de deur? Hallo? Hallo? Hey, er komt er zomaar een nerd door mijn deur gelopen. Het was geen room service. Ik was het aardprank! Mert heeft net gefitnessd, wat ik niet heb gedaan vandaag. Kijk, ik ga nog twee vragen doen. Ik vind het gewoon legit geen leuke vragen meer. Sinds jij de kamer binnen bent gekomen. Moet ik weggaan? Ja. Hey. Ja. Zeet? Ja. Zeet? Ja. Zeet? Nee, grapje. Creepy. Creepy. Sasha vraagt, heb je littekens? Dat vind ik ook wel een grappige vraag. Ik heb hier een litteken, want ik ben ooit, toen ik heel klein was, 4 jaar of zo, ben ik gebeten door een hond. Daardoor ben ik heel lang bang geweest voor honden. Ik was ergens en daar hadden ze een hond en ik was aan het spelen, dacht ik. Daar dacht de hond blijkbaar anders over. En toen was er een takje en toen wilde ik het oppakken om hem weer weg te gooien voor hem. En toen dacht hij blijkbaar van, yo, Teske, dit is mijn takje. En toen beet hij me heel hard in mijn hand. Echt zo, zeg maar.
En ik heb hier ook een litteken, maar die zie je minder goed omdat hij dus zo heeft gebeten. Dat is deze. Maar inmiddels ben ik niet meer bang voor honden, want ik vind honden echt mega lief. Nog beter gezegd, altijd als ik een hond zie, word ik helemaal crazy. Waarschijnlijk als je ooit een keertje langskomt lopen met je hond, dan heb ik alleen maar aandacht voor je hond en niet voor jou. Sorry. En dan de laatste vraag van Fabienne, wat is je lievelingsvakantieland? Deze beantwoord ik omdat ik het niet zo goed weet. Ik ben eigenlijk de laatste paar jaar niet zo heel veel op vakantie geweest. En als ik naar plekken toe ging, was het elke keer ergens anders. Maar ik moet wel zeggen dat ik Amerika wel heel erg leuk vind. Ook omdat er nog zoveel te ontdekken valt. En omdat ik zo betoverd ben door alle gekke dingen daar. En dat alles zo groot is en overdreven. Maar ik voel me daar wel thuis in Amerika. En ik vind Engeland eigenlijk ook altijd wel heel erg leuk. Ik heb wel een hele leuke vakantie gehad in Engeland met mijn ouders. En dan ben ik ook al in allemaal plaatsen geweest. Zeg maar niet alleen in Londen. Ook in Brighton ben ik geweest. Daar was het heel erg leuk. En ik ben ook best wel vaak nog terug geweest naar Londen de afgelopen paar jaren. En daar vind ik het ook altijd heel cool. En dat was de laatste vraag. Ondertussen wordt het ook donker. Ik weet niet of je het ziet. Ik zie het licht een beetje te veranderen. Het begint paars te worden. Ik hoop dat jullie deze Q&A vanuit Griekenland leuk vonden. Volgende week komt er dus een video online van mijn vakantie hier op Rodos. En het zal een soort van half sfeer, half vlog zijn. En dan vanaf die week daarna gaat het gewoon weer verder met de weekvlogs. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. En natuurlijk komt er dinsdag ook gewoon een proefwerk online. Die heb ik wel van tevoren opgenomen. Dus daar kan je voor klaarzitten. Dinsdag om 4:30 'smiddags. Oké, thanks for watching guys. Hartjes. En tot ziens. Tot ziens. Dat zeg ik nooit. Maar nu wel. Vandaag wel. Bye.